smooth act, smooth act. Dit is hip hop in je smooth act. Smooth act! Zo, echte hip hop in je smooth. Echte hip hop in je smooth. Eerste onderwerp is regenjas. Jee. Ja, oké, volgens. Ik haat onderwerpen, dus het regenjas, het is wel een topic voor de potloodventer. Dus Soeja, neem het over. Hey, wacht, dit is zeker dope. Ik ben de breedste gozer. Trouwens, ik zie je moeder en ik maak het een beetje nat. Ze wordt doorweekt, dan pak ik mijn regenjas. Dat is wat we doen, ik kom je verdonderen. Inderdaad, dan sta ik daar onder donkere wolken en Surya, ja, die komt fucking rof. Ik heb mijn regenjas, fuck dat, ik ben gewoon de zonnegod. Inderdaad, want ik roep mijn naam. Kijk maar in de Indiaanse mythologie. Ja, dat is Surya, inderdaad. Ik ben dus het zonnetje in huis. Hey, dat is een camera, misschien kom ik op de buizen. Voel je het wel of voel je het niet? Ik sta hier voor de camera, dan kan mijn moeder me zien. Ja, en dat is echt goed, dat is best wel vet, doe. Dan kan ze zien dat ik toch nog iets nuttigs met mijn geld doe. En dat is zeker juist, weet je lui. Want ik heb heel veel geld, maar ik geef het uit alleen om tracks te maken. Daarna om tracks te passen en ze daarna ook nog gratis op internet te plaatsen. Maar wacht, het is een beetje hard, maar ik was vergeten wat het onderwerp was. Oh ja, dat was regenjas. Dit is het onderwerp, yo. Braak, en ik kom dood, trouwens een regenjas, die gebruik ik gewoon als condoom. Inderdaad, en zo gaat het, ik zuip zoveel, dat ik straks over het hek braak als braakhek. Trouwens, en dat is dus echt raar, want ik ken die naam niet echt, shit. Dus zeg maar, wie is die man? Dat is zeker Siki, kom op. Ik weet niet wie die gast is, want ik kijk nooit naar televisie. En dat is best wel lijp, maar ik doe tenminste wel nuttige dingen met mijn tijd. Dus wat zeg ik hiermee? Ik lees boeken, in tegenstelling tot de DJ. Maar blijkbaar kijkt hij naar de televisie, kijkt hij naar Joop Braakhek. Ja, zo gaat het, maar ik flow vaak vet. Want ik train de hele dag, weet je wat? Ik rijm gewoon nog één keertje op regenjas. Ja, we nemen de stad, we nemen de stad, veel plegen zijn hard, ik heb geen regenjas. Nee, dat vind ik niet stoer, dat vind ik echt tweederangs. Ik heb een stoere Amsterdamse trui en ik kom binnen. Inderdaad, de prijzen die kunnen we toch innen. Samen met Zuren, dan zijn we spacend in de stad bezig. En een regenjas kan ik geven, die kan ik verkopen. Want dat doe ik ook met die Telfort abonnement als een rasechte promotor. En we komen hier op de televisie, hallo. Ik kan vaak rappen, ik kom met mijn crew aanzetten. Ik ben stoer, word aanbid door Joop Braakhekken. Iedereen die vindt me spang in Nederland, fuck it. Maak rappers irrelevant, je weet ervan. Yeah, smoelwerk. Meestal kom ik met vuur, snap je? Ik wil niet rappen, ik ben nu pas een uur wakker. Dus ik kom met vuur bagger. Ik ben zuur, snap je? What the fuck? Ja, fuck it, die shit duurt langer. Dat is wat we doen, ik hoorde het onderwerp niet. Smoelwerk. Ik wil wel rappen, maar dat is dus best triest. Ayo. Ik spit het even goed, check. Dit is geen smoelwerk, dit is hiphop in je smoelwerk. Inderdaad, yo, en die shit die komt uit mijn strot. Luister toch, ik ben hier fucking luig en rof. Maar ik weet niet, yo, je moet luisteren. Ik heb te veel koffie, ik zit alleen te stuiteren. En je weet het, dat is ziek en breed. Ik wil rappen, maar mijn smoel werkt niet echt mee. Want ik heb vandaag wat te weinig geslapen om rijmpjes te maken. Toch blijf ik ze klaren, die rappertjes die kijken op YouTube. Sorry, jij en jij zijn allemaal niet mijn doelgroep. Want je weet het, ik ben best wel vet. Maar ja, mijn enige doelgroep, dat ben ik zelf. Jij. Haar volgende onderwerp, Kapsalon. Kapsalon. Wat? Oké, weet je wat? Kijk, Dax begint niet, dus ik spit door. Kapsalon, daar ben ik dus geknipt voor. Ja, van zo gaat het, ik ben geen Ariër. En eet geen kapsalon, ik ben een vegetariër. Ja. Want dat is met patat en andere shit. Yo, kom op, ik denk dat deze man dat wel bikt. Maar ik niet, want ik eet geen vlees. Trouwens, ik ben hier voor de camera, anders kom ik nooit bij 101. Dat is geen probleem. Ja, er zijn veel MC's, maar ik vind de meeste niet breed. Jezus, gemeen. Ja, dit is de Dax, die kom nog in actie. Yo, met de kapsalon aanwezig, net als Sean. Rustig aan, je weet het, spit door. Nog steeds als zoere rug een knip voor. Yo, we rappen alles maar, dit is geen WWE. Maar ja, ik leg je in een schaar, dat is simpel. Het battelen, dat is niet simpel. Want we winnen het nog steeds, spitten in de game. Yo, dit is echt een probleem. Prijzen willen we gaan grijpen. Ja, we winnen het nog steeds, veel pleger is mijn team. Seeky Dream Team, je ziet hier dat ik het doe op die free beats van de DJ. Hijs, ik neem een hijs. Yo, je hoort dit gelijk, dit is gewoon meesterlijk. Maar alleen, daar staat mijn mic een beetje zacht. Dus alsjeblieft mag je harder, ja dat rijm ik
ik even pas. Langere sokken. Ik kom tanker, sick. Ik wil gaan gappen met mijn ogen. Ja, die vallen dicht. Inderdaad, je vindt het slimmer. Meestal heb ik grote kousen. Nu lange sokken, want het is in de winter. Anders dan worden mijn voeten koud. En dat is waar ik echt absoluut niet van houd. Hey, dat is waar, dat is een enkele rijm. Ik vertel het gelijk, toch ben ik best wel eens lijp. Maar nu even niet, want ik ben net opgestaan. En dat is fucking raar, toch ben ik fucking aan. Hey, Dax, dat moet je eventjes gaan bevestigen. Wacht, Dave wilde dat we net gingen gaan battelen. Nee, dat doen we niet. Hey, ik ben wel zeker zieker. Maar jezus G, ik ben wel een stukje vredelievend. Vredelievend, we zijn zo erg ziek. Hip-hop is gewoon muziek, ik hou het nog positief. De laatste tijd ben ik veranderd qua mentaliteit. Aan fake rappers heb ik de scheid, ik luister niet naar ze. Ik wil het nu gaan plaatsen. Yo, mezelf op de microfoon waar gaan maken. Kijk, ik zeg je, doe het met lichtsnelheid. Verzin ik het in mijn hoofd en topics is niks voor mij. Dat is wat voor hem, de gast die naast me staat. Ik ben de nummer 1 en heb nog steeds geen platenbaas. Maar wil mijn ding zetten. Je hoort me en het klinkt rapper. Yo, ik zal de mic nog even inchecken, uitchecken, check me uit. Dit is ook nog erg geluid. Hey, ik flow nog steeds die meeste fucking rappers eruit. Deed het ook elke woensdag bij de café De Duivel. Regel is dwarsstraat met de Soerja, maar geen homo team. Nee, we zijn de nummer 1. Veel plegers kunnen de hele zien overzien. Rustig, ja. En dat is keer, kijk, kijken ze ook omdat ik dus op ze neerkijk. Sorry, ja, dat is die lijpe motherfucker die elke dag weer rolt op zijn geitenvolle sokken. Ja, geitenvolle sokken. Ik kan wel elke keer die game plaatsen, maar sorry, ja, die laat je in de steek net als ze breinaalden. Want ik was kankerzuur, maar ja, dat is logisch. Ik was vandaag zeker anderhalf uur te laat. Ja. En toen dacht Dax wat een motherfucker, want toen stond Dax te wachten. Dat was lastig. Dat was hij lastig. Hij wilde het in zijn eentje doen en soms is die een beetje vreemd, maar goed, hij is vreemd. Maar goed, inderdaad, en dat is deze dude. Je weet het, dude. Deze dude. Ja, ik heb geen mankementen. Ik kan klanken zetten. Sok, ik is het toppenwerk, moet aan iets anders denken. Dat is Daxus. Yo, de erge jongen. Bovendien geen pervers, maar een perverse jongen. Doe het rustig aan op de microfoon en de camera. En denk nu nog steeds aan de Latina. Yo, ik zeg, je wil mijn grens gaan verleggen. En Latina's kan ik met mijn dame even checken op YouTube of op Hypes. Het maakt niks uit, je weet dat ik opblijf. En vandaag behype voor mijn kop lijf. Of wat de fuck uit mijn kop rijm. En je weet dat ze never nooit fucking op zijn. Maar ja, we komen en we rollen hem hier. Alsjeblieft, DJ, zet gewoon de volgende beat. We kunnen blazen, wij doen dit voor dagen. Hey, wil je een freestyle, dan moet je het me vragen. Yeah. Ja, ik ben niet echt aan vandaag. Het is nu ochtend, ei. Sorry, fuck de Noord-Zuidlijn. Hey, nieuwe beat ineens. Ja. Surya die je zeker leidt. De Noord-Zuidlijn, ja ik neem de trein. Neem de trein. En die shit dat is best wel scary. Ja, de gemiddelde freestyle van mij is nog fucking meer waard. Alleen de stad die stort er niet in. Surya vindt dat bouwen die shit, ja dat is niet slim. Inderdaad, veel plus, dat is toch matig. Maar ja, met die lijn, daar kan je regga ophalen. Daar in Noord, dan hoef je niet met de pont te gaan. Want dat vond ik gaar, dus ik kom eraan. Ja, en ik wil niet betalen trouwens. Lopen of zwemmen, dat is diep. Dus ik neem dus de Noord-Zuidlijn, omdat ik anders zeker weet dat thuis blijf. Want je weet, zeg ik, luister eens gozer. Ik neem de Noord-Zuidlijn, want ik ben te lui om te lopen. Hey yo, en dat is dus ook dat ding. Kom op door die lijn, start straks de hele stad in. Maar ik vond het wel grof, want ja, dan zie ik de hele stad bij mij. Want er valt een onder de grond. En dat is waar ik ben, daar bewonder je mij. Nu kom ik te lijf, hey yo, fuck die hele trein. Oké, laatste onderwerp is Gerard Joling. Joling, ouwe. Wat doe ik met dit flow ding? In één keer word ik nog bekender dan Joling. En je weet dat ik ben zo erg hot. Plus fuck die toppers, toppen die rook ik op. Ja, want ik vind het mooi. Ja, die shit is zooi, kom op. Ik stop die toppers gewoon in mijn joint. En je weet dat is geen gelul. Omdat een topper is er eentje geen arena vult. Ja, daarom moeten ze met z'n drieën zijn. Wij zijn met z'n tweeën al fucking ziek en lijp. Je ziet het, jij. En je weet dat het YouTube. Oh ja, dat rijmt. Het was een beetje raar en toch is er helemaal niemand die het even naart. Geen gemaar. En je weet het, dat is zeker lastig. Gelukkig gaat Dax me binnen 2 minuten in de reden vallen. Ja, nu chill ik hem gewoon bij hijs en zo. Maar kom niet los, ik ben meer een live persoon. Maar fuck top. Ja, je weet dat ik flow spit uit mijn hoofd, bitch. Onderwerp is Gerard Joling. Ja, ik zeg je, die gozer die is niet de bom. Maar ik zag hem wel en ik heb toen mijn mixtape verkocht. Dat was ineens in de studio en hij dacht van damn, die mixtape die wil ik.
ik heb, die is super dope. Ik doe het met erge rappers, net als zuur. En dan brengen we vuur, we brengen het een uur op de hijs radio. Yo, ik glij gewoon rustig in de scene, net als Makito's van skaters. Je weet het, Dax komt te blazen. Inderdaad, je mag mijn kracht niet vergeten, doe het rustig. En ik kom in plaatsen, technisch rustig. Geen herhaling in de laatste sessie. Als ik inkom, dan denk je van damn, dit is aan. Fuck dat, hij doet het erger en zwaar gewicht. Ben ik nog steeds, heb schade aangericht. Hey yo, waarom moet ik praten over een rare nicht? Je moet nu niet flowen, kom op, je hebt een beetje publiek nodig. Ik wil die muziek showen. Yeah. Hey Gerard Joling, kom op, dat is toch niet echt een dope ding. Maar ik hoop dat hij me hoort, dat hij zegt dat Surya vet flow. Yeah. Dan zegt hij, ik wil een collabo. En je weet het, wat is nou die shit? Ja, met hem een track, dan heb ik een gouden hit. Ja, okay. En dat is zeker ziek. Dan krijg ik eindelijk een heel klein beetje aandacht bij State TV. Of, ja, ik vind het goed, dit is mijn doel. Misschien krijg ik dan ook aandacht bij hiphop in je smoel. Word ik weer uitgenodigd. Nodig. Anders zit ik alleen maar in mijn eentje op de bank thuis te flowen. Luister gozer, ik wil publiek hebben. Anders ga ik stoppen, ga ik nu niet rappen.